is vandaag maandag. En als het een nieuwe video is, leuk dat je kijkt. Maandag 29 juli. Het is nu 9:30 en we zijn net wakker geworden. Eigenlijk best wel heel goed geslapen. Gisteren waren we naar Holiday World geweest. Een soort kermispark. En dan betaal je dus één prijs en dan mag je in alle attracties zo vaak als je wil. Was wel heel erg leuk en we hebben daar ook heel erg lekker gegeten. En we gaan nu weer naar de gym. Geen zin in. Maar wel heel goed dat we gaan. En als ik daar ben, vind ik het ook prima. Ik denk dat ik niet echt heel veel krachttraining ga doen, maar dat ik gewoon eventjes op de loopband ga of zo. En daarna gaan we of naar het waterpark of we gaan gewoon naar het strand. Het ligt er een beetje aan. Het wordt dus vandaag bewolkt voor het eerst. Dus we moeten eventjes kijken wat we gaan doen. Maar ik ga in ieder geval nu mijn vriend even laten opschieten. Wij zijn weer terug van het sporten en we gaan even ontbijten. Hoe ging het sporten bij jou? Heel goed. Heb je benen getraind? Ja. Alleen benen? Ja. Goed zo. Blijf sporten beter. Quirky quarky. Hopelijk is het een beetje te eten. Ik vind echt alleen maar kwark van de appie lekker. Andere kwark is altijd echt heel vies. Oh, hij is helemaal hard geworden. Oké, wij gaan nu naar Aqualand. Of hoe heet het? Aqualand. En ik ga mijn camera niet meenemen, want ik ben een beetje bang dat hij misschien gejat wordt of iets anders. Dus ik zal meteen straks eventjes met mijn telefoon filmen. En ja, op die glijbanen kan je sowieso natuurlijk niet filmen. Dus ik denk ook niet dat er heel veel te filmen valt. Maar ik zal straks eventjes... met mijn telefoon filmen. Wil jij dit ook nog? Niet. Ja, tuurlijk. Nou, wij zijn terug van het aquapark. Het ging dus echt super hard regenen. Dus we waren echt, ja, door het zwembad ben je er natuurlijk daarna al helemaal doorweekt. Maar het ging echt super hard regenen daar. Dus we zijn uiteindelijk maar gewoon naar huis gegaan, want het was ook heel koud. Omdat je dus elke keer heel lang in de rij moest wachten, was het dus best wel koud. Maar het was wel heel erg leuk. Ik heb natuurlijk niet zo heel veel kunnen filmen, logisch. Want ik kon niet in de attracties filmen. Wel een aanrader zou denk ik zijn om toch zo'n fastpass te halen. Je betaalt dan even wat extra, maar ja, dan hoef je ook niet in de rij te staan. Dus dat zou ik wel aanraden. In ieder geval, we zijn dus nu lekker hier thuis. Ik ga zo meteen even lekker warm douchen. Even mijn haar doen. Kijk, mijn wimpers die gaan dan ook helemaal aan elkaar plakken als ze nat zijn geworden. En ik ga nu even lekker een stukje chocola nemen. Daar heb ik echt zoveel zin in. Ik hou dus gewoon echt van die normale Milka. Zonder allemaal extra toevoegingen. Die vind ik echt het lekkerst. Dus die ga ik even opeten. Zo. Ik heb eventjes lekker gedoucht. En we gaan dus vanavond gewoon weer lekker hier blijven. Want we zijn hier dus 2 weken. En we gaan echt wel elke dag uit eten. We hebben gewoon niet zoveel zin om ons klaar te maken. En we hebben best wel een grote tv in de woonkamer. Dus we gaan straks lekker B&B kijken.
En ik ga ondertussen even mijn lichaam insmeren met dit van Sol de Janeiro. Ik had deze dus gekregen van Flor & Vos, zo'n pakketje. En ik gebruik die spray dus elke keer op het strand. En ik heb dus ook de body lotion en dan de body wash. Hij ruikt echt heel lekker. Het is alleen jammer dat het zo'n klein potje is. En ik heb dus ook de oranje. Dat is wel echt mijn favoriet. Maar deze ruikt ook echt heel lekker. En ik moet op vakantie even goed mijn huid insmeren. Want ik heb best wel een droge huid. En als ik dit dus niet doe. Ja. Dan krijg ik echt heel veel velletjes. En dan gaat mijn bruine kleur er echt heel snel af. En ik ben nu eindelijk best wel heel erg bruin geworden voor mijn doen. Dus dat wil ik graag zo houden. En we gaan morgen een boottocht doen. Dat had ik nog gegeven voor mijn Cadi's verjaardag. En daar gaan we ook snorkelen en dat soort dingen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Er was best wel weinig informatie over de boottocht. We hebben het gewoon geboekt via Stunweb. Dus het hoort er gewoon bij. Nou, we zouden dus eigenlijk eten bestellen. We hebben net wel even B&B gekeken. Hier zo, op de bank. Alleen, ja, waarom bestellen we eigenlijk geen eten? Er was niet zoveel, hè? Nee, wat de boer niet kent, eet hij niet, hè? Nou, dus we gaan gewoon toch maar eventjes uit eten. Maar ik ga niet meer make-up doen en zo. Dus ik ga even gewoon simpel wat aandoen. Ik denk dat ik wel even een lange broek aandoe. En dan gaan we gewoon eventjes kijken. Eventjes kijken waar we kunnen eten. Misschien gaan we wel gewoon eten bij iets wat we al kennen. Waar wil jij eten dan, lieverd? Nou, uiteindelijk shirt van de boyfriend. Zie je hem? Nee. Kan je mijn achterkant eens filmen? Lange broek, slippers. Het is gewoon koud. Het is echt koud. Eventjes lekker wat eten. Met de simpele outfits. Nou, ik denk niet dat je het ziet, maar... Ja, tuurlijk. Is dat zo? Nou, zo, het ziet eruit. Oeh. Wij zijn beland bij Gran Canary. Hoe heet het nou? Ja, toch? En we hebben hier al gegeten, maar dat was toen heel lekker. Jij had toen eten lekker paella. En ik had toen heel lekker vlees. Dus dat hebben we nu lekker weer besteld. Zodat we gewoon weten dat het goed is. En het zit ook echt heel erg dicht bij ons huisje. Dus dat is ook heel chill. Met het mooie uitzicht op zee. Oh nee. Heb je zin in morgen? Ik heb er heel veel zin in morgen. Het smaakt het lieverd. Kijk alleen mijn gegrilde groenten. Good morning. Het is vandaag dinsdag. Hoeveel juli? 30 juli. 30 juli. En het is nu bijna 8:30. Want wij gaan vandaag een boottochtje doen. Dus wij zijn onderweg. Als het een nieuwe video is, leuk dat je kijkt. En abonneer op mijn kanaal. En vergeet geen duimpje omhoog te doen. Maar wij hebben dus vandaag een boottripje op de planning. Moeten we dus om 8:30 zijn, dan worden we met de bus ergens naartoe gebracht. En dan vanaf daar vertrekt de boot. En dan gaan we, ja, zwemmen, snorkelen, een beetje varen. Dus we zijn heel erg benieuwd hoe het is. En dat is eigenlijk... Zullen we naar links, want dan kunnen we kijken waar het is. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik heb dit setje van Lovies aan. Nou, wij zijn aangekomen op de boot. Heb je het nu al heet? Ja. En het is dus bij Puerto Mogan. Puerto. En ja, het is dus een soort grote katamaran. Jullie zijn ook nog 15 euro. Net onder 10 euro betaald. Thank you.
Oh god. Maar als je één keer erin gaat, valt het wel mee hoor. Maar ik durf het niet dan als het zo koud is. Ja, je moet hem eerst even nat maken. Ga maar lieverd. Is het lekker? Oké, wij zijn terug van de boottocht. En het was echt mega slecht. Echt, niet normaal. We gaan even klagen. Dus als je het niet wil zien, moet je even doorspoelen. Nou, als eerst, waar moeten we beginnen? Nee, oké. We hadden dus via Sunweb geboekt. De Catamaran Magic number 3. Nummer 3. En het is €55 per persoon. Maar even voor de mensen die dat willen weten. En we hadden gewoon gevraagd van, nou, wat is dat dan precies? Dus ik had ook nog eventjes geappt van, om even duidelijk te hebben wat het nou is. Want op internet staat best wel weinig informatie erover. Nou, dus toen hadden we gehoord, het is een partyboot met eten en drinken inclusief. Met snorkelen en zwemmen. En de activiteiten op het water, zoals jetski en paracelen, kost geld. Wat logisch is, want ja, dat zijn gewoon dure extra dingen. Ja. Nou, en we werden dus om 8:30 opgehaald dicht bij ons hotel. Toen moesten we eerst echt nog mega lang in de auto. Ja. Meer dan een uur. In de bus. Nou, toen kwamen we daar aan. Maar misschien moet je eerst nog vertellen. De informatie die werd gegeven aan jou toen jij ging betalen. Want je vroeg, oké, we houden het in. Dat zegt... Ja, maar dat heb ik net verteld. Over dat je alleen maar water moest meenemen. Oh ja. Nou, ik had ook nog gevraagd, moet ik nog iets meenemen? Want wij hadden bijvoorbeeld ook geen snorkelspullen. Ik zei, nee, snorkelspullen zijn aan boord. Ik zou wel misschien even een flesje water meenemen voor in de bus. Dus dat hadden we meegenomen. Maar in de bus was het heel koud, dus water was niet echt nodig. Ja. Maar dat hadden we wel gedaan. Nou, toen kwamen we eraan. En het was wel een mooie boot. Ja, gewoon een grote catamaran. Maar ja, toen wilden we dus gaan liggen. Maar heet dat ook een catamaran? Ja, dat is gewoon een grote catamaran. Nou, toen gingen we liggen, moesten we €15 betalen voor de bedjes. Terwijl, je hebt al betaald voor de boot. Nou, ik heb best wel vaak boottripjes gedaan. En dit heb ik echt nog nooit meegemaakt, dat je dan ook nog moet betalen om te zitten op de boot. Maar ja, oké. Dus dat hadden we betaald. En dat was dus inclusief eten en drinken. Dus wij hadden ook niet ontbeten. Want wij dachten, nou, kunnen we lekker gewoon eten en drinken op de boot. Het eerste eten kwam om 2:30. Mm-hmm. En je kon wel al gelijk drinken halen. Moest je wel een beker kopen. Wat je niet terugkreeg. Dat is toch raar? Ja, het is wel mega raar. En toen gingen we dus om 2:30 pas eten. Dus wij dachten een buffet of zo. Het was gewoon voor iedereen één bord. Ja, 3 aardappelen en 4 stukjes blokjes kip, hè? Ja. Nou, kijk, ja, en voor vrouwen was... op zich nog wel te doen, maar als je man bent wil je gewoon lekker een... Nee, maar voornamelijk een grote lunch. De communicatie. Snap je, als jij voorbereid bent en je weet wat jij te wachten staat, ja, dan is het gewoon perfect. Ja. Maar als je niet wordt gezegd dat je ten eerste heel weinig eet, je krijgt gewoon heel weinig eten. Ja. Natuurlijk wel de drinken die je aan boord krijgt. Het is ook niet zo dat als je een cola bestelt dat je gewoon een verse cola krijgt. Nee. Je krijgt gewoon cola die, waar er geen prik in zit meer. Nee. Omdat kom uit een fust, uit een zo'n fles. Want hoe laat dat is ook het prima nu? Is, maar de fles is gewoon niet gewoon goed. Zo, je krijgt gewoon oude cola. Weet je, ja, het is gewoon niet best, snap je? Nee, en het is dus nu, hier, het is 4:30. Ja. En we hebben alleen dat gegeten. Ja. Ja, het is niet dat je dan denkt, yes. Nee, maar het is gewoon heel slecht gecommuniceerd. En, ja, we vonden het niet zo heel leuk. En ja, we vinden het gewoon jammer, want we willen eigenlijk gewoon niet klagen. En je wil gewoon lekker dat doen. Ja, tuurlijk. En, hoe heet het, we hebben dus wel gezwommen, maar ook dus niet gesnorkeld, want... Er was geen snorkelplek. We stopten gewoon midden op het water en daar werd een ladder uitgelegd. En je mocht alleen achter de boot zwemmen. Ja.
En daar kan je natuurlijk niet snorkelen. Het gaat om snorkelen. En snorkelen doe je dan zeg maar op plekken waar, ja, waar je vissen kan zien. Ja, want wij wilden eigenlijk heel graag gaan snorkelen. Maar dit was geen snorkelen. Zo, dat was de bedoeling. Het was eigenlijk een verjaardagscadeau. Ja, het was een voor cadeau. Voor mij, voor mijn verjaardag. Ja, nou leuk en cadeau. En ik wou snorkelen. Ja. En ik heb geen vis gezien. Nee. Dat is heel erg. Ja. En we hebben wel dolfijnen gezien. Ze zeiden van... Oké, dit zijn de plekken om te snorkelen, maar we mogen niet snorkelen omdat het gewoon verboden is van de regering. Ja, het is gewoon verboden. Van de stad hier in Gran Canaria is het beschermd en daar kan je niet snorkelen. Ja. Zo, maar we moesten gewoon het in het midden van de zee zwemmen. Ja. Nou, dus nu zijn we thuis en nu ga ik nog even bij het zwembad liggen. Nou, eerst wat eten. Ja. Ik heb echt trek. Ja, dus het was niet zo heel leuk, wat we echt jammer vonden, want we hadden echt zin in een leuke dag. Ja. Helaas. Dus dit was ons geklaag. 5 minuten. Zo lang? Ja. Oké, het is inmiddels alweer avond en ik ga mij klaarmaken voor uit eten. En mijn hoofd is voor het eerst een klein beetje bruin geworden. Maar mijn hoofd wordt gewoon nooit bruin op vakantie. Maar nu wel een beetje voor het eerst. Mijn wimpers, het ziet er niet uit. Maar ik ga eventjes mijn make-up doen. En ik heb een heel leuk zwart jurkje aan van Lovies. Ik zal hem straks nog wel eventjes laten zien. Maar eerst ga ik er wat make-up op doen. En we gaan zo meteen naar Maspalomas. Als ik het goed zeg. En daar heb je wel leuke dingen. Ik moet ook nog mijn haar doen. Maar misschien ga ik dus wel een haarband in doen. Moet ik even kijken of dat er zo leuk uitziet. Want ik wil namelijk ook hakken aan. En ik wil niet dat het te overdreven is. Zo, maar ik ga eerst heel eventjes dit opdoen. En zoals je ziet, shine ik helemaal. Kijk. Dan ga ik weer... Dat vind ik altijd zo stom aan vakantie. Die make-up dat het heel goed zit. En dan na een uur mag je het er weer afhalen. Die is intussen denk ik veel te licht geworden. Ja, echt veel te licht. Nou, volgens mij is het qua kleur best een goede combi. Mijn huid shined echt heel erg. Kijk dan. Ik lijk wel een discobal. Oké, ik heb op het laatste moment toch maar gewisseld. Ik heb dus nu dit jurkje aan. Dit is echt mijn lieveling. Ik vind deze zo mooi. Hij is van Lovies. En ik had nu mijn haar gewassen, dus ik dacht, dan doe ik deze wel nu aan. Dan neem ik wel echt een beetje oranje. Maar we gaan even foto's maken. Kijk, daar is die vuurtoren. En daarboven, daar zo, aan die kant, daar zit volgens mij een cocktailbar daarbovenin. Oh, ik heb toch iets anders aangedaan. Volgens mij had ik dat nog niet gefilmd. Nou, wij zitten in een restaurant. We wilden eerst ergens anders eten, maar nou, dat hadden we ook niet verwacht. Maar er stond echt een hele lange rij. Dus we zijn nu gewoon ergens anders gaan zitten. Even iets helemaal anders wat we deze week hebben gegeten. 2 weken. Ja. Het is, ja, hoe heet het? Het is Indisch. Indisch, maar... Indisch restaurant. Ja. Misbah. Ja. En we hebben geen idee hoe het gaat zijn, maar het is volgens mij heel erg lekker. En ik heb gewoon... Chicken madras. Dus we gaan het zien. Ik ben heel erg benieuwd. Maar ik denk wel echt heel erg lekker. En er was net echt een hele mooie zonsondergang, maar die is dus nu al weg. Het is wel chill dat ze ramen hebben hier, want dat is niet zo koud. Oké, we hebben de matras, rijst. Wat heb jij nou? Garlic chicken. Oh ja. Eet smakelijk, lieverd. Nou, wij hebben heel lekker gegeten. We gaan nu een ijsje halen bij Gran Italia. Ze hebben echt hele lekkere dingen hier. Kijk dit. Dit lijkt me ook heel lekker. Maar we nemen een ijsje. Volgens mij hebben ze niet die ene.